Ja, zeg het maar. Een debuut en dan win je meteen bij Ajax. Ja, dat is niet slecht denk ik. Zeker. Ik had gehoord dat Willem II nog nooit had gewonnen hier. Dus goed begin. Hoe beviel het? Want het leek in ieder geval goed te lopen achterin. Samen met Lachman en Peters. Ja, nee, dat voor de eerste keer was het niet verkeerd, vond ik. Jammer genoeg kwamen we wel heel snel achter. En ja, uiteindelijk een groot compliment voor het team dat we het zo hebben opgepakt. Want het is niet makkelijk om hier een achterstand om te buigen naar een 2-1 voorsprong. Ja, wat dacht je? Toen je amper een minuut in het veld stond en toen al tegen die achterstand aankeek, dan wil het hier wel eens gaan spoken, hè? Ja, zeker. Ik heb het ook al een paar keer meegemaakt met Heerenveen. En toen kwamen we er niet goed vanaf. Alleen ik ben echt super blij dat we nu hebben gewonnen. De laatste minuten zat ik op een bank en was wel heel spannend. Je kunt ook eigenlijk zeggen dat je niet veel ook weg hebt gegeven. Nee, ik denk dat wij uiteindelijk de meeste kansen hebben gecreëerd. Het was wel vanuit de counter, maar dat weet je dat het tegen Ajax moet en dat ze het daar moeilijk mee hebben. En dat heeft goed uitgepakt. Je bent deze week gekomen. Je hebt amper met de jongens kennis kunnen maken. Gaat het dan toch al meteen weer op jouw gevoel, op de automatisme? Ja, ik heb vaker rechtsback gestaan, dus dat is niet onbekend terrein. Alleen... Maar nog niet met deze jongens? Nee, precies. Dus in principe is het best wel wennen. Tot nu toe ging het gewoon wel goed. En we hebben wel veel erover gesproken tijdens de trainingen. Van waar hou jij van en ja, waar kan ik je mee helpen? Dus daar hebben we wel goed overleg mee gehad. Ja, dat is lekker zo. 3 punten bij Ajax. Dat zijn bonuspunten. Volgende week Rode JC. Met dit gevoel moet dat natuurlijk lekker zijn. Zo. Ja, maar dat zijn de moeilijkste juist. Nu moeten we niet in de wolken zitten. Want inderdaad, dit zijn eigenlijk bonuspunten. Maar het moest eigenlijk ook wel. Want de vorige 2 wedstrijden werden eigenlijk dik verloren. Dus ja, dan is dit wel hard nodig.